قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, voordat de Ramadan begint en wij beginnen met het leren en bestuderen van de namen van Allah, gaan we eerst inshallah een korte introductie doen. In deze korte introductie kijken we naar drie zaken. Allereerst de hadith die ik in het vorige filmpje heb genoemd, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeeft dat Allah 99 namen heeft. Aan het einde van die hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Maar wat wordt hier precies bedoeld met man ahsaha? In de hadithverzameling van al-imam al-Bukhari rahimahullah vinden we aan het einde van de hadith de woorden ahsaynahu hafidnahu. Ofwel het memoriseren, onthouden van deze namen. Maar wil dat zeggen dat dat voldoende is? Dus dat als iemand deze namen kan opsommen, opdreunen, onthouden, dat hij dan daarmee het paradijs zal binnentreden? Nee, dit is niet het geval. De geleerden hebben uitgelegd dat hier meer mee wordt bedoeld. En daarom is het belangrijk, als wij een uitspraak hebben van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat wij kijken naar de uitleg die de geleerden hebben gegeven. We gaan kijken naar wat de sahaba radiyallahu anhum, de metgezellen, hebben gezegd, of hun leerlingen, of de geleerden die hun begrip volgen. Waarom? Omdat de geleerden, zij bekijken de uitspraken van de profeet alayhi salatu wassalam in het licht van de andere islamitische bronteksten. En ook hier, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah heeft uitgelegd dat het binnentreden van het paradijs hier gepaard gaat met drie voorwaarden. Allereerst dat jij de alfaad, de namen, kent. Ten tweede dat jij de betekenissen van deze namen kent. En ten derde dat jij Allah aanbidt met de inhoud en de betekenissen van deze namen. En de Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah legt dit uit met een voorbeeld. Hij zegt, als jij weet dat Allah as-sami' is, alhorend, dan zorg je ervoor dat jij alleen zegt wat Allah tevreden stelt. En dan waak je ervoor dat jij iets zegt wat Allah boos maakt. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat de namen van Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyya zijn. Met andere woorden, de namen van Allah die kunnen wij alleen uit de Koran en de Sunnah halen. Dus wij kunnen niet zelf namen verzinnen of namen toeschrijven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Nee, we kijken hiervoor naar de Koran en de Sunnah. Het derde punt is of gaat over het begin van de hadith, waarin de profeet alayhi salatu wassalam zegt dat Allah 99 namen heeft. Wil dit zeggen dat Allah alleen maar 99 namen heeft en niet meer? Ook hier hebben geleerden weer meer verduidelijking gegeven. Sheikh Ibn Uthaymeen legt uit dat Allah meer dan 99 namen heeft. En hij komt met een voorbeeld. Hij zegt, het is alsof iemand zegt, ik heb 100 dirham, ofwel laten we zeggen, ik heb 100 euro, voorbereid voor as-sadaqa, voorbereid voor liefdadigheid. Dat wil niet zeggen dat diegene niet meer dan 100 kan hebben. Nee, dat kan. Maar hij heeft slechts 100 voorbereid voor een sadaqa. En zo ook moeten wij deze hadith begrijpen. Dat zijn dus de drie punten die wij in het kort vandaag wilden behandelen. En ik wil graag afsluiten met twee andere belangrijke korte punten. In een hadith of in een andere overlevering worden namen van Allah subhanahu wa ta'ala genoemd. Maar deze overlevering is niet authentiek. Dus iemand zou kunnen zeggen, kijk, we hebben hier een overlevering waarin namen van Allah worden genoemd. Maar deze overlevering is niet authentiek. En daarom zien wij dat geleerden uit het verleden en heden hun best hebben gedaan en naar de Koran en de Sunna zijn gegaan om daaruit namen van Allah subhanahu wa ta'ala te onttrekken. Het tweede en laatste punt van vandaag is of gaat over onze intentie. Wanneer wij straks inshallah beginnen met deze reeks, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij dit puur en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala doen. En voor niemand anders. En niet om geprezen te worden door mensen. De profeet alayhi salatu wassalam zegt in een overlevering dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, men amila amalan ashraka ma'ya fihi ghayri taraktuhu wa shirka. Dat Allah heeft gezegd, wie een daad verricht en hierin een deelgenoot toekent aan mij, ik laat hem en zijn shirk. Dus wij moeten niet onze daden ongeldig maken door deze voor iemand anders dan Allah te verrichten. En sterker nog, als wij dit doen, dan druist dit in tegen de bedoeling van deze reeks. Want deze reeks en deze lessen zijn juist bedoeld om onszelf sterker bewust te maken van hoe geweldig Allah subhanahu wa ta'ala is. En dat wij onszelf bewust maken dat Allah
alhorend is, alziend is, alwetend is. Dat Allah altijd op de hoogte is van wat wij zien, horen, zeggen en doen. Zodat wij al onze aanbiddingen alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala doen en voor niemand anders. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons helpen met het zuiveren van onze intentie en het leren en bestuderen van zijn perfecte mooie namen en het handelen naar onze kennis.